Goedenavond. Dit is het nieuws van Omroep Zeeland op zondag 10 april. Een replica van het Passionkruis was vandaag in Breskens. Het kruis reist in aanloop naar Pasen het hele land door. Mensen kunnen er kaarsjes branden of een briefje voor iemand schrijven. Zo werd het plein voor de protestantse kerk in Breskens voor even het plein van hoop. Het thema van de Passion dit jaar is alles komt goed. Daar komt natuurlijk heel veel hoop in terecht. Zeker als je kijkt naar de situatie in de wereld van nu. Dus mensen kunnen komen om een kaarsje aan te steken bij dat Passionkruis. Mensen kunnen ook een kaartje schrijven. Nou, ik wil mijn kinderen, hun vader is een paar maanden geleden overleden, even een boost geven naar Pasen toe. Deze is van mij. Stil, mijn ziel, wees stil. En wat betekent dat? Nou, dat komt van een bekend lied waar ik regelmatig naar luister. Voor heel de wereld eigenlijk. Voor mensen alleenig, voor mensen met MS. Voor Oekraïne. Voor iedereen, eigenlijk. Soms zitten mensen ook heel lang met een zorg zelf. Terwijl je dan, als je zegt van, oh, ik ben hier op dat plein, ik kan het met een ander delen, of ik kan het even kwijt op dat bord te plakken, dan kan je er ook even wat lichter over nadenken misschien. De Rooms-Katholieke gemeenschap in Vlissingen maakt zich langzaam op om afscheid te gaan nemen van hun kerk aan de Singel. De Onze Lieve Vrouwenkerk is verkocht en zal niet langer als godshuis dienst doen. Ten eerste realiseer je dat het heel ingrijpend is voor de parochianen die hier al heel lang naar de kerk gaan, week in week uit, maar ook hele bijzondere momenten hebben beleefd. Gehecht zijn aan de kerk, en dat is het eerste waar je dan aan denkt. Aan de buitenkant van de kerk en de parochie zal niet heel veel veranderen. Maar binnen wordt straks niet meer gebeden, maar geslapen. Er komt namelijk een boutiquehotel in. Het hotel is denk ik een hele mooie functie. Het voordeel daarvan is dat je ook als parochianen altijd nog even binnen kunt komen. Even kunt kijken en het gebouw blijft behouden. Een klein gedeelte van de kerk blijft gereserveerd voor Gods woord. Deze ruimte zal als kapel blijven dienen. Voor ons en de parochianen met name is het heel belangrijk dat de dagkapel, die behouden we en die blijven ook gebruiken. 24 april is de laatste dienst in de kerk zoals die nu is. Over 2 jaar moet het hotel klaar zijn. In het Zeeuws-Vlaamse Koewacht is vanmorgen een palmprocessie gehouden. Bedoeld om de historische band tussen Vlaamse en Nederlandse grensbewoners te verstevigen. Tot 1830 was Koewacht één dorpsgemeenschap en tot de Eerste Wereldoorlog ook één kerkgemeenschap. In 2019 werd de grensoverschrijdende palmprocessie voor het eerst gehouden. Daarna kon het door corona niet meer. Nu, na 2 jaar, is de processie weer terug. Steen is de nieuwe reizende voorstelling van theaterproductiehuis Zeelandia. Ik kot soms van hem. Weet je dat hij zich haast nooit wast? Gebaseerd op de roman Steen der Hulp van Hans Warre. Het volgt zeker wel het verhaal van een Joodse jongen die uit Utrecht ondergedoken raakt in Zeeuws-Vlaanderen. Maar we hebben het wel heel erg uitgekleed. Ik werd Cornelis Groense. En uit Utrecht teruggekeerde neef van Camille's moeder. Het gaat voor mij heel erg over hoe adolescenten zeg maar met zichzelf bezig zijn. Ze deugt niet. Zichzelf ontdekken en elkaar ontdekken. Het beste is dat je vanavond vertrekt. Ik denk de manier waarop wij ermee omgaan, dat de manier waarop wij ons gedragen, dat gewoon herkenbaar gaat zijn voor jongeren, omdat wij nou eenmaal jongeren zijn van deze tijd. Ik weet werkelijk wat ik doe. Als ik nu niet trouw, dan komt het er nooit meer van. In hoeverre berustte ik in mijn eigen absurde lot? Het heeft een bepaalde brutaliteit en tegelijkertijd een sensitiviteit. Vanavond. En is er niks aan de hand, dan geef ik je een seintje en kom je over een paar dagen weer terug. De voorstelling Steen toert tot half mei door heel Zeeland. En voor het Zeeuwse sportnieuws is hier Stefan Uipjes. De korfballers van Top zijn uitgeschakeld voor promotie naar de Korfballeague. Dat is het hoogste niveau in Nederland. De ploeg uit Arnhem-Muiden ging in de halve finale onderuit tegen Unitas in Harderwijk. Dinsdag werd in Arnhem-Muiden al verloren. En gisteravond was Unitas in Harderwijk duidelijk een maatje te groot met 17-12.
En zo ziet teleurstelling eruit bij speler Remco Bezemer. Het zeilseizoen zit er nu op voor Top. Ik denk dat we wat dat betreft wel trots kunnen zijn. Heb ik ook net de ploeg verteld. Wees absoluut trots. We hebben mensen moeten inpassen. We hebben niet altijd compleet kunnen spelen. We zaten in een hele zware pool. En dat hebben we uiteindelijk wel voor elkaar gekregen om de promotie naar de tussenklasse af te dwingen. En je weet dat het een keer strandt. En dat is vandaag denk ik terecht. Straks zie je in Omroep Zeeland Sport een samenvatting van Unitas tegen Top. Verder in de uitzending ook aandacht voor wielrennen. De 53e editie van de Omloop van de Braakman in Filipijnen. Voor het tweede jaar op rij gewonnen door Roel van Sint Maartensdijk uit Zuidland. Hij was de sterkste op de vele kasseienstroken in Zeeuws-Vlaanderen. En er was zelfs een onverharde strook, gravel, op de Smokkelweg. En dat levert dan weer mooie beelden op. Verder in de uitzending ook aandacht voor motocross. De eerste wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap voor Vrouwen op het racecircuit in Axel. Omroep Zeeland Sport begint zometeen na de nieuwsuitzending. Tot zo. Vanochtend waren er brede opklaringen. Vlak na zonsopkomst was het daardoor ook best even fris met in Westdorpen min 0,3 graden op de thermometer. De temperatuur liep vervolgens snel op met vrij zonnig weer en vanmiddag kwamen er geleidelijk ook wat stapelwolken tevoorschijn. Maar het bleef overal droog en het was gevoelsmatig ook wat warmer dan de maximumtemperatuur van 10 à 11 graden. En dat kwam doordat de wind veel minder sterk was dan gisteren en die was zwak tot matig uit een westelijke richting. Op de weerkaart worden we beïnvloed door een hoge drukgebied met een uitloper richting Engeland. En maandag en dinsdag bevindt deze uitloper zich ten oosten van onze provincie en daardoor draait de wind naar het oosten tot zuidoosten. En dat is gunstig voor de temperatuur. Morgen wordt het namelijk al 15 graden en dinsdag kunnen de temperaturen gaan oplopen naar 19 à 20 graden. Het is daarbij vrij zonnig en het blijft droog. De dagen daarna komen er wel wat buien op gang en het kwik zet dan ook een geleidelijke daling in. Toch zal het ook woensdag en donderdag nog altijd wel zo'n 15 à 16 graden worden. En dat is een stuk warmer dan de temperaturen die we dit weekend hebben gehad. En tot zover deze korte Zeeland nu van deze zondag. Blijf kijken, zometeen dus Omroep Zeeland Sport. Maar ook onze serie Ik Ben over Zeeuwse kunstenaars en vormgevers. Nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.